Onze volgende vrijdagavondfilm op TV2 is een Amerikaanse film uit 1972 van Sidney Pollack, Jeremiah Johnson, met Robert Redford in de hoofdrol. Om 3:55 kunnen sportliefhebbers kijken naar de rechtstreekse reportage van de Nederlandse wielerklassieker The Gold Race. Jongens en meisjes uit Sint-Catharina-Lombeek en Mortsel spelen met woorden en taal in ABC 26 lettertjes om 6:05. Altijd al gewend, want als je wat wil schrijven, een briefje of een boek, ach, dan kom je met die lettertjes heel aardig uit de hoek. Die 26 lettertjes, die vormen ieder woord. Ik vind dat een pracht van een uitvinding, maar gaat elk daarmee akkoord? De tv-film Het Vierde Mirakel vertelt het levensverhaal van Elizabeth Seton, een protestantse vrouw die zich tot het katholicisme bekeerde en met de uitbouw van katholieke scholen in Amerika begon. Ze werd in 1975 heilig verklaard. Kate Mulgrew, John Forsythe en Lorne Greene vertolken de voornaamste rollen in Het Vierde Mirakel om 9:50. Our president, Mr. Jefferson, has always felt that education is the cornerstone of freedom. So women as well as men deserve it. One day education will be free as well. Free education? Sounds incredible. There. My dear Elizabeth, the shrine we told you about? Crutches? Left by cripples who have been cured here. Miracles, Antonio. I'm afraid they belong to biblical times. No. They are for all times in which faith is strong enough. When my William was so ill, I prayed. You are Saint Joseph. My prayers were not answered. Perhaps they were. But you could not accept the answer. Goedenavond, dames en heren. Vandaag krijgt u weer een overzicht van de filmactualiteit en dat aan de hand van 7 fragmenten. Het is paasvakantie en de bioscopen denken aan de traditionele en ook aan de nieuwe Walt Disney films. Eerst staan we even stil bij Merlijn de Tovenaar, originele titel The Sword in the Stone, een tekenfilm uit 1963 die geregisseerd werd door Wolfgang Reitherman. In feite gaat het om een komisch verhaal van een weesjongen die uiteindelijk de machtige koning Arthur wordt. En zijn opleiding krijgt hij van Merlijn de Tovenaar. En op een dag zal hij in een eekhoorntje moeten veranderen. En de tweede productie uit de Walt Disney Studios is een nieuwe film die heet Een man onder wolven. Originele titel Never Cry Wolf en de regisseur is Carol Ballard, de man die een paar jaar geleden de Black Stallion maakte. Nu gaat het over een bioloog die het leven van wolven gaat bestuderen ergens in het hoge noorden. De man gaat veel van deze wolven houden en slaagt erin allerlei misverstanden over het leven van deze prachtige dieren weg te nemen. De film is afwisselend grappig, dus humoristisch, spannend en zelfs dramatisch. En de opnamen hebben enorm veel tijd in beslag genomen. Want wolven zijn zo schichtige dieren dat voor bepaalde scènes een soort gedresseerde wolven moesten geïmporteerd worden. Wolven dus die aan de mensen wel gewoon waren. Maar alles bij elkaar is deze film een soort van eerherstel voor de wolf. En dat is geen kleine verdienste. En nu het fragment. Mens en wolf maken kennis met elkaar.
Ieder bakent zijn eigen terrein af. En Charles Martin Smith vertolkt de rol van de bioloog. I haven't seen the wolf in 2 days. In de film Risky Business gaat het over een jonge man die de nodige seksuele opvoeding moet krijgen. En er moet meteen gezegd worden dat het hoofdpersonage dat Joel heet, rol vertolkt door een zeker Tom Cruise, een bijzonder goede lening is en dat de film best een aardige komedie is geworden. Als Joel zijn ervaringen met een zekere Lana achter de rug heeft, komt hij tot de ontdekking dat Lana in feite een luxe call girl is, wat we zouden kunnen omschrijven als een heel duur telefoonmeisje. En met haar hulp zal hij de ouderlijke villa veranderen in een soort klein bordeel. En op een zekere manier is de film dan ook een soort satire geworden op de Amerikaanse samenleving. Ik moet u ook vermelden dat van de film een uitstekende soundtrack bestaat. Dus een plaat, een lange speelplaat, die dus ook in de winkel te krijgen is. En daar staan dus nummertjes op van Bob Seger, van Muddy Waters, van Prince en vooral van Tangerine Dream. En nu het fragment. De ochtend nadat Joel uitvoerig kennis heeft gemaakt met Lana. Hi dear, it's mother. Yeah, how are you? Just checking in, say hello, see how you're doing and give you our flight information. Hearts and Armor is een avonturenfilm, losjes gebaseerd op een heldendicht, Orlando Furioso, en het verhaal dus van de strijd tussen de Moren en de christenen in Spanje in de 8e eeuw. En de regisseur is een Italiaan en hij heet Giacomo Battiato. Heart and Armor is dus een heldenfilm, erg Italiaans van stijl, vol strijd, vol heldhaftigheid, vol vreedheid en nu en dan met een inbreng van humor en ook magie. En daardoor wordt de productie nu en dan weer een soort sprookje. En het thema is de liefde van een jonge en mooie christene vrouw voor een Moorse prins. Er wordt door waarzeggers een tragisch einde voorspeld, maar het blijkt toch allemaal goed in orde te komen. Het enige nadeel in deze film is dat sommige toeschouwers niet altijd die ironie zullen begrijpen en verbluft naar het spektakel zitten te kijken en zich afvragen wat er allemaal op dat scherm gebeurt. We kijken nu naar een fragment ter kennismaking uit het begin van de film. En u ziet hoe een vrouw, op het nippertje gered, ridder wordt. En die actrice heet Barbara de Rossi.